Nou, mijn naam is Janneke van der Meulen. Ik ben topsporter. Ik ben in contact gekomen met Wim in eerste instantie via de televisie. Ik zag Wim vertellen over hoe hij eigenlijk in alle eenvoud, in samenwerking met de natuur, zichzelf in eerste instantie weer in topconditie kreeg. En ook hoe hij relatief eenvoudig ook andere mensen kan helpen meer uit zichzelf te halen. Nou, en dat vond ik heel erg fascinerend, heel erg interessant. Dus ik ben een paar keer naar een workshop geweest en toen heb ik ook zelf ervaren ja, wat het extra toevoegen van zuurstof tot je lichaam, wat dat met je doet. Soms moet je voor een hele koude wedstrijd, moet je soms wel een half uur stil liggen in regen en wind. Toen ik deze methode nog niet kende, moest ik soms echt met gevoelloze handen en voeten aan een wedstrijd beginnen. En werden ze halverwege de race pas warm. Terwijl nu begin ik gewoon van meet af aan, begin ik met warme handen en voeten. En dat geeft mij echt heel veel winst. Ik weet nog de allereerste keer dat ik eerst na die sessie moest ik even huilen. Ik zat helemaal in mijn eigen wereld. En daarna was dat weg en toen werd ik heel erg blij en heel erg helder en fris. En ja, dat was echt een hele unieke ervaring dat ik echt dacht, wow. Er is echt iets gebeurd. Als ik een goede dag heb, dan kan ik gewoon zonder ergens op te focussen, kan ik me 20 keer opdrukken. En toen hadden we dus die ademhalingsoefeningen gedaan en toen kon ik er 40. Ja, dan ben ik als topsporter denk ik echt direct, wow, gewoon op een zondagmiddag, door te focussen op mijn ademhaling, verdubbel ik ineens de aantal keren dat ik een push-up kan doen. Ja, dat is natuurlijk, daar word ik heel enthousiast van. Dan denk ik, wauw, dit is echt nog iets waar ik weer winst kan behalen. Je bouwt heel veel lactaat op. Door dan actief zuurstof toe te voegen, bereid ik mijn lichaam gewoon ja, heel goed voor, omdat het dan heel veel zuurstof heeft. En ja, je verzuurt gewoon later. Nou, en daar draait het bijna om in topsport. Als jij 100 meter later kan verzuren dan je tegenstander, dat kan een wedstrijd beslissen. Als topsporter ben je altijd op zoek van hoe kan je nog efficiënter te werk gaan. Waar kan je nog winst halen? Want hè, ik roei nu bijna 9 jaar. Dus winst halen zit hem echt in die kleine dingetjes. Kijk, mijn missie is om mensen zichzelf hè, met behulp van de natuur sterker, fitter en gezonder te laten worden. En dit is zeker zoiets wat je weer dichter bij de natuur brengt en wat je dichter, ja, Wim noemt dat dan je inner fire, brengt. En dat is, kijk, dat lichaam, dat is iedere dag voor jou bezig om je sterker, fitter en gezonder te maken. He, dat is, probeert je altijd te herstellen en dat probeert je altijd in optimale conditie aan je dag te laten beginnen. En als je dat faciliteert en als je daarmee gaat samenwerken, door af en toe actief op je ademhaling te letten, door ook af en toe de kou op te zoeken, ja, dan zijn dit echt waardevolle toevoegingen.